Dit is waar wij de meeste trades maken. Ja, dit noemen wij Traders Heaven. Traders Heaven. Ja. Omdat je hier... Hey, welkom bij Opcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we jullie uitleggen hoe je erop in kan spelen als de Bitcoin daalt. Want ja. Vorige week zijn daar tijdens de livestream, volgens mij was dat de livestream dat ik ziek was, zijn er wat vragen geweest over de 5 verschillende fases waar jij het over had. En de 5 verschillende fases waar we het dan over hebben zijn 5 verschillende scenario's die kunnen gebeuren na stijging, daling. 5 scenario's die je in je achterhoofd moet houden die er plaats kunnen gaan vinden. En die gaan we voor jullie uittekenen, die gaan we voor jullie uitleggen. En dat zijn de benamingen continuation, een weak bounce, consolidatie, strong bounce... En een grind. Ja. Dat zijn de 5 verschillende scenario's die kunnen plaatsvinden. En bij elk scenario... Die je moet kunnen onderscheiden. Ja. Dat is waarom we deze video hebben gemaakt. Zodat je weet welk scenario er hoe uitziet. Maar als je dat al weet, dan heb je al voorsprong op de rest. Ja, absoluut. Het voordeel is eigenlijk ook dat elk scenario, als je dit herkent, kan je daar een strategie op uit gaan voeren. Want heel veel mensen denken altijd... Wow, ik heb 1 entry, ik heb 1 plan. En als dat dan mislukt of niet verloopt zoals zij het verwachten, dan raken ze helemaal in paniek. Maar een markt is niet... Je kan een markt niet baseren op 1 plan. De koers reageert en jij moet ook op de koers reageren. En jouw basisplan, jouw basisfundering, want die is gewoon als een huis, is nog steeds jouw levels en jouw eigen TA. Daarnaast, als jij op basis van jouw levels, op basis van jouw eigen TA denkt... Hey, hier ga ik een entry zoeken. Maar je ziet dat op dat moment net een weak bounce uitspeelt. Ja, die entry gaat waarschijnlijk niet gevuld worden. Dat weet je dan van tevoren al. Omdat je ziet dat de prijsactie jou vertelt dat de weak bounce is. Ja, dat zijn allemaal dingetjes. Ja, extra puzzelstukjes. Van nature zijn wij ook best wel swing traders. Hè? Dus hetgene wat wij echt leren aan de mensen... het traden met het leveltjes, dat is gebaseerd op rustig traden, op hogere tijdframe. En ik weet gewoon dat heel veel mensen, ook in onze community, gewoon toch op die kwartierchart zit. Een uur kwartierchart. Ja, en dan zijn het net iets andere technieken. Ja. En we hopen dat dit filmpje jullie daarbij kan helpen. Ja. Zal ik het gewoon... hoe gaan we doen? Zal ik gewoon gaan tekenen? Ik denk dat het makkelijker is. Ja, ik zal hem gelijk even aftrappen met de allereerste. En dat is... Continuation. En continuation houdt in het doorgaan met de trend waar je daarvoor mee bezig was eigenlijk. Dus als je vanaf boven naar beneden aan het trenden bent, dan kom je in een compressiepatroon bijvoorbeeld, dat kan. Wat is dan de grootste kans dat er gaat gebeuren? Continuation. Dat je doorgaat met de voorgaande trend. Ja, kijk, je hebt meestal een impulswave naar beneden. Het kan ook, wat ik nu naar beneden teken, kan ook gewoon allemaal de continuation kan ook omhoog. Inderdaad. Dat maakt helemaal niet uit. Wat je dan heel vaak ziet, is dat je een impulswave krijgt. Dus je krijgt, laten we het voor de mensen goed vertalen, je krijgt een dump. Ja. Je krijgt een dump. Oké. Dan komt er heel vaak een adempauze. En nog een dump. Ja. En dan spreek je over continuation. En dat is ook het probleem. We leren de mensen eigenlijk altijd, als er een dump is, kijk dan wat er hier gebeurt. Waar is die dump gestopt? Ga dat al eerst in kaart brengen. Stop, dat is zomaar ergens. Super belangrijk is dat. Kijk ook daarna wat de reactie is. Dat zullen we dadelijk bij de volgende scenario's al vinden. Eigenlijk in dit scenario, continuation... doe je al niets. Want je hebt te weinig informatie. Alleen als dit een heel belangrijk level was, dan zit je al in de trade. Dan hoef je hier die beslissing niet te nemen. Hier hoef je die beslissing niet te nemen. Want hier stond al gewoon een level van jou al. Ja. Je zit al in de trade. Dat is het scenario van continuation. Wil niet zeggen trouwens dat je in zo'n scenario niet een long op kan nemen. Hè? Kijk, de trend is en blijft ook na continuation downwards. Mm. Maar in een neergaande trend kan je wel degelijk ook een long spelen. Als dat inderdaad een belangrijk level was wat jij net zegt en je speelt een long, kan dat ook zeker positief uitpakken. Het zal alleen nooit een runner worden. Nee. Het zal een heel klein longetje blijven. Ja. Goed, de volgende in het lijstje van scenario's is de weak bounce. Ja, is een weak bounce. Is eigenlijk precies hetzelfde. Impuls weven naar beneden... En je krijgt dan een klein bounce. En zoals we al weten, gaan dumps gaan nooit in de rechte lijn.
Dus er zit hier altijd misschien kleine volume notes tussen. Zit misschien een klein groen candletje tussen, ja, op de kleinere tijdsframe. Of misschien zit hier vorige prijsactie. Krijg je dus dit soort leveltjes. Een weak bounce. Als hier ook nog een leveltje is. Een weak bounce komt nergens. Dus een weak bounce... Dat is een losse vlodder. Ja, ja. Hij gaat wel omhoog. En het probleem is heel erg dat alle mensen... Als er een dump is geweest, ze treden allemaal de weak bounce. Want hij gaat er, denk ik. Dat is juist de trade die je niet moet pakken. Dat is... waar kan je het nog meer aan zien? Je ziet bijvoorbeeld heel erg aan het volume. Volume. Ja, volume. Je hebt hier die rode candle. Dit is een rode candle. Super hoog volume. Komt er daarna een groen candletje en je ziet het al. Je ziet het zijn, nee, maar je ziet het in het orderboek. Het zijn kleine ordertjes. Het volume loopt niet op. Je ziet direct als het een weak bounce is. Hij wil niet doorstoten. De tank is gewoon leeg. Hij probeert het wel, maar er gebeurt niks. Nee, daar is een retracement van misschien op de Bitcoin. Praat ik het dan over $200, $300. Ja, na een dump van meer als $1000 heeft dat geen effect. Er worden ook geen oude levels aangetikt. Het enige wat je hier kan doen eigenlijk is je stoploss veiligstellen. Als je al in een trade zit. Als je hier wel in een trade zit, namelijk de trade die we eerst bij continuation hebben besproken al, zit je daar in een trade. Het enige wat je hier kan doen als dit gebeurt, is je stoploss veiligstellen. Dus stop op entry zetten. Moet je hier tijdens een weak bounce echt een positie openen. Zowel short als long zou ik niet durven openen in the heat of the moment. Staat er al een order? Laat ik hem uitvoeren. Ja. Laat ik hem het orderboek ingaan. Moet ik hier actief op gaan inspelen? Absoluut niet. Dit is gewoon link. De eerste twee scenario's zijn gewoon heel link. Goed, dan komen we bij scenario nummer 3. En dat is, denk ik voor de meeste mensen wel een bekend scenario, consolidatie. Consolidatie. Ja, en consolidatie houdt gewoon in na een sterke stijging of na een sterke daling. In dit geval consolideren. En consolideren houdt niks anders in als gewoon range eigenlijk. Ja, een combinatie met een volume note, eventueel een oude prijsactie waar dat is begonnen, maakt niet uit. Meestal zien we dit. Consolidatie, sterke daling, grote wick wordt gelijk opgekocht, grote wick naar boven en daarna blijven we ertussen hangen. Hup, testen we hem weer, testen we hem daar. Hup. Dit is consolidatie. Het voordeel daarvan is, zodra consolidatie geconfirmeerd wordt, en dat kan je vrij vlug doen, is ook in onze leermethode, wordt dat aangehaald. Dit is waar wij de meeste trades maken. Ja, dit noemen wij traders heaven. Traders heaven. Ja. Omdat je hier simpele technieken, het levelsysteem kan je toepassen. Je zou, ligt eraan wat de prijsrange is. Je zou bijvoorbeeld ook midpoint trading zou je ook kunnen toepassen. Dat werkt allemaal perfect in een range. Ja. En het voordeel van in een range traden is dat het makkelijk is. Het is de kans op error, je ziet het goed. Traden op een uptrend of een downtrend vinden mensen toch vaak lastiger. Terwijl dat, ik zou niet zeggen makkelijker, dit is het makkelijkste. Ja. Maar als je weet wat je doet, is dat ook niet heel, heel bijzonder. Maar mensen raken snel in paniek, omdat ze toch dan te maken hebben met momentum. FOMO. Ja, momentum. En in een range is het gewoon zo relaxed, eigenlijk gewoon hoog. Verkopen en laag terugkopen in de basis. Het oude trucje. Ja, nee, dat is gewoon wat het is. Ja. En dan hebben we nummertje 4. En dat is, we hebben de weak bounce hebben we gehad. En dan hebben we nog een variant daarop. En dat is de strong bounce. Ja, en dat kan op twee manieren. Ik laat eigenlijk dit tekeningetje even staan. Want het is precies dezelfde opbouw als een consolidatiefase. Sterke prijsactie naar beneden. Direct omhoog. Grote wick. Dit soort prijsacties kenmerkt zich ook altijd door een grote wick. Dus als jij een body ziet met nog een hele grote wick eronder, dan weet je al dat dit soort prijsacties de basis zijn. Meestal testen we dan hier een level, zetten we gelijk een hoger level terug en dan gaan we gelijk weer hoger. Dit is... Veel mensen, je ziet het ook wel een beetje aan het patroon, veel mensen noemen dit ook wel eens de fee bottom. Hè? Omlaag, en gelijk weer omhoog. Ja, en dit zijn hele makkelijke trades om uit te voeren. Nogmaals, hier stap je meestal niet in, mits het echt een legit level is. Meestal zie je dat bij die extreme wicks, dat ze toch een klein beetje uitschieten. Maar dit zijn altijd de weggevertjes. Dit zijn de makkelijke trades. Weinig risico, goede RR. Dit zijn het echte trades die je wil spelen. En die zijn makkelijk te spotten. En dit komt gewoon weer terug op hele simpele prijsactie. Ja. Dus gewoon leveltje testen, higher low creëren.
dat blijft in de basis en dat kunnen we 100.000 keer blijven zeggen. En daar kan geen indicator tegenop, want een indicator vertelt jou letterlijk wat de prijsactie is. Wat de prijsactie laat zien. En die prijsactie, die moet je zelf begrijpen. Als je begrijpt hoe de prijsactie werkt, als je begrijpt hoe een koers tot stand komt, ja, dan is dit allemaal een stuk makkelijker. Als je de prijsactie niet snapt, ja, dan kan je maar beter blind op een indicator gaan treden of zo. Want als je het zelf niet snapt, moet je toch iets gaan doen. Maar ik bedoel, dit is de sleutel, prijsactie. Ja, prijsactie is en blijft de sleutel. Dat is ook echt waar. Dat is echt waar. Goed, dan hebben we als laatste scenario wat je nog in je hoofd moet houden. Het grinden van prijsactie. Ja, teken ik weer een leveltje. Teken wel een beetje recht. Zo. Kijk. Krijg je in het begin krijg je even consolidatie. Test hij daarna naar beneden. Test hij niet meer omhoog. Het enige wat hij dan gaat doen is... Hele lage tijdsframe. Maar? Allemaal higher highs. Allemaal higher lows. Opwaartse pressie. Inderdaad wel dat, ja. Ja, opwaartse pressie. En dit is altijd mensen... ik vind dat zo vreemd. Dit is juist een teken van sterkte. Dit is gewoon, oké, we hebben hier nu een dump bereikt. Het meest aannemelijke is nu, op zijn minst, een terugtest van een oude gebied. En dan hoef je niet over game te praten, maar een terugtest. Dit zijn hele makkelijke trades. En dan zeggen de mensen altijd, je gaat best wel hoog long nog. Maar dat mag dan, omdat je risico makkelijk is af te dekken. Ja, maar zolang jij in een grindende trend zit, zet je ook elke keer higher highs en higher lows neer. Ja. Dus dan ben je gewoon sterk omhoog aan het grinden. Ja, dat is wat het is. Ja. Kijk, en dit is dan alleen een stukje prijsactie. Gebruik dan ook bijvoorbeeld de indicator erbij. Zie jij langzaam het volume oplopen, dan weet je gewoon ook dat er druk opbouwt. Druk op de ketel en dat er gewoon prijsactie aan zit te komen. Ja. Goed. Dit is de basis. Ja, dit zijn de 5 scenario's waar je mee te maken kan krijgen als je net een dump hebt gezien, als je net een stijging hebt gezien. Dit zijn de 5 basisscenario's die plaats kunnen vinden. En het is echt heel belangrijk. Bijvoorbeeld, ik heb nu deze laatste staan. Weet bijvoorbeeld al in de scenario's wat er met dit level gebeurt. Is er een rejection? Is er een gain? Waarom gebeurt dat dan? En wat is het gevolg? Want uiteindelijk, wat willen we hiermee? We willen ervan profiteren. Ja. Geld verdienen, wou ik zeggen. Maar dat is inderdaad wat je wil doen. Dat wil je sowieso als trader altijd doen. Maar kan je dat doen zonder de juiste kennis? Kan je dat doen zonder dat je weet waarmee je bezig bent? Nee, sommige mensen denken zo. Ik heb een week filmpjes gekeken. Ik ben een trader. Zo werkt het niet. Je moet je eigen er wel echt in blijven verdiepen. En wij proberen zoveel mogelijk video's te maken om voor jullie duidelijk te maken wat de belangrijke puzzelstukjes zijn. Want traden is geen puzzel met 10 stukjes. Traden is een hele grote puzzel waar iedere dag eigenlijk toch nog wel een stukje bij komt voor veel mensen. Ook wij leren nog steeds regelmatig nieuwe dingen. Dus 5 scenario's waar je rekening mee moet houden. Vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Druk op het duimpje en op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. Onderaan deze video komen alle links terug naar dopiecash.nl voor ons leerprogramma. Dopie.nl voor merchandise, ons Discord kanaal en supportlinks. Alles staat onder de video. Bedankt voor het kijken. We zien jullie heel graag de volgende keer. Later.